Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. In de voorstelling Winterbloemen zijn vier vriendinnen op weg naar een luxe wellnessoord in de Ardennen. Ze willen een feestelijk punt zetten achter een emotionele periode van een van hen. Maar ze raken verzeild in een sneeuwstorm waarbij hun auto's op elkaar knallen. Wonder boven wonder blijven ze zelf ongedeerd. Nu is het wachten op hulp. Er volgt een gedenkwaardige, bewogen nacht waarin zo goed als niets van het leven onbesproken blijft. De dames denken, wat als dit hier alles, wij hier, niet meer langer waar is? Zou het niet kunnen dat de klap zo hard was, zo plotseling, dat we nog niet in de gaten hebben dat we er niet meer zijn? Theatergroep Suburbia met Winterbloemen op dinsdag 15 november in Helmond. Op de internationale dag van de Flamenco presenteert Theater Speelhuis de voorstelling Flamenco Intimo, een samenwerkingsverband tussen Spaanse en Nederlandse flamenco-artiesten. Compañía María La Serrana was in het voorjaar van 2015 al te gast in het theater met de succesvolle voorstelling Respiro Flamenco. De danseres komt nu terug met een intieme, tastbare formatie die onder andere bestaat uit de trouwe kern van haar gezelschap. Een prachtige voorstelling van hoge kwaliteit die laat zien dat flamenco inmiddels een universele taal is die zich tot over de landsgrenzen door ontwikkelt. Woensdag 16 november in Theater Speelhuis. Sinds haar deelname aan So You Think You Can Dance en haar overwinning in The Ultimate Dance Battle kent heel Nederland de Vlaamse choreografe Isabelle Bernhard. Met haar danstaal weet ze jong en oud te raken. Heldere, emotionele geladen choreografieën als weerslag van hoge pieken en diepe dalen. In Ne Me Quitte Pas laten haar dansers zien dat je beter een liefde kunt verliezen dan die nooit te hebben gehad. Isabelle Bernhard op donderdag 17 november in Helmond. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.